Hey, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. Auw. Oh, is de mascara op mijn hand? Deze keer heb ik een Action Shop vlog voor jullie. Het is bijna een jaar geleden dat ik een Action Shop vlog heb geüpload. En ja, ik vond het toen heel erg leuk. Ik heb daar heel veel leuke reacties op gekregen. In de tussentijd ben ik wel naar de Action geweest. Maar heb ik eigenlijk helemaal geen shop vlog gemaakt. Dus nu dacht ik dat het wel weer tijd zou zijn voor een Action Shop vlog. Dus ja, laat ik snel beginnen. De prijzen komen hier in beeld te staan. En tussendoor zullen ook close-ups in beeld komen van producten. Als eerste had ik een beetje honger en heb ik eens een reep gekocht. Dit is een notenreep met karamel. Nou, het smaakt niet echt naar karamel, maar sesamzaadjes en peanuts. Ja, allemaal lekkere dingetjes. Het is niet heel speciaal, maar ik vond het wel heel erg lekker. Ik weet niet eens of het goed voor je is. Het is in ieder geval een aanrader als je een beetje honger hebt. Wat ik wel heel erg jammer vond, dat ze de 100% drankjes die ik normaal koop niet hadden bij de Action. Ja, de keer ervoor dat ik toen er was, hadden ze ze ook al niet. Dus ik weet niet of ze uit het verkopingsding zijn. Ik weet niet echt hoe je dat noemt. Maar dat vind ik wel jammer, want ik kocht ze daar altijd en ik vond ze echt super lekker. En in mijn supermarkt weet ik niet eens of ze die verkopen. Dus dat was even een teleurstelling, maar ik heb genoeg andere leuke spullen gekocht. Ik zal dan nog wel even beginnen met twee andere eetdingetjes. Deze heb ik in mijn shoplog van vorig jaar ook gekocht. Maar deze twee heb ik gewoon dus nu weer gekocht. Want het zijn gewoon super lekker. De zakjes. Dit zijn Deen dingetjes. Die heb je ook in een chocoladereep van Milka. En dit zijn stukjes Oreo. Klein koekjes Oreo eigenlijk met chocolaatjes er nog tussen. En het is echt super lekker. Echt een aanrader. Gewoon even om als tussendoor als snackje. Dan kwam ik deze waterfles tegen. En dit vind ik wel heel erg leuk. Hij is echt helemaal niet duur. En hij is wel gewoon van plastic. Handig om mee te nemen, dacht ik. Of gewoon om thuis water te drinken. Ziet er gewoon heel erg leuk uit eigenlijk. Er staat gewoon heel simpel water op. En omdat hij zo simpel is, maakt het hem eigenlijk juist weer leuk. Wat ik wel heb gehoord is dat je hem echt niet moet gaan wassen met heet water. Of in de vaatwasser moet doen. Dus je moet hem eigenlijk gewoon even met de hand omspoelen iedere keer. Want als je hem in de vaatwasser doet, dan... Ja, eigenlijk laat ik het zo zeggen. Dan verschrompelt hij en dan wordt hij inimini. En dan heb je geen fles meer die je goed kan gebruiken. En dat wil je niet natuurlijk. Maar is in ieder geval heel erg leuk. Handig om thuis te gebruiken. En om meer water te gaan drinken. Dan heb ik deze kaars. Het is best wel een grote kaars. Want dit is mijn hand en dit is de kaars. En ja, hij ruikt heel lekker zomers. Lekker fris. Deze is echt lekker om aan te steken. Ik heb hem nog niet gebruikt. Ik ben heel erg benieuwd hoe die is. En ja. Hij geeft 42 branduren. Dat is ook wel fijn. Lekker lang dus. En hij ruikt gewoon heel erg lekker zomers naar lychee. En er staan ook nog leuke plaatjes op. Als je het niet mooi vindt, kan je dit er volgens mij ook gewoon nog afhalen. Ja, want het is gewoon een plasticje omheen. Maar ik vind het er eigenlijk wel grappig en zomers uitzien. Oh, lekker plukje los. Dan heb ik ook nog een telefoonhoesje gekocht. Je kan het denk ik nu niet zo goed zien, maar in de close-up wel. Het zijn allemaal glittertjes en dan zit er een soort van driehoekjesachtig patroontje op. Ja, ik was hier wel heel erg benieuwd naar. Ik kon echt niet zo goed zien in de winkel, nu eigenlijk ook nog steeds niet. Of het een hoesje is die... soort van nog net met dat randje boven je beeldscherm uitkomt. Want dat vind ik wel belangrijk. Want als die er niet bovenuit komt, dan beschermt hij je telefoon dus helemaal niet goed. En dat zou heel erg jammer zijn. Maar ja, hij was maar 2 euro. Dus ik dacht, het is het proberen waard. En anders dan weet ik niet wat ik ermee anders doe. Dit is ook super leuk. Die heb ik ooit al eens eerder gehad. Een jaartje geleden denk ik. En ook een keertje aan mijn moeder als moederdag cadeautje gegeven. Met dat leukste erop. Dit zijn 2... mini mini schilderezeltjes met schilderdoekjes erop. Dat is helemaal niet duur. En ik vond het er wel super leuk uitzien. Dus ik dacht, misschien kan ik er nog een DIY mee doen. Want ik wil binnenkort nog een beetje een nieuwe roomdecor DIY gaan maken. Een beetje lenteachtig, een beetje zomers. Gewoon lekker vrolijk en lekker leuk. Ik dacht, deze kan ik er daar misschien nog wel voor gaan gebruiken. Dan hoorde ik van iemand dat deze stiften die je hier nu ziet heel erg leuk, handig en fijn zijn. En het is ook niet duur, want ja, waarschijnlijk heb ik dat nu best wel vaak in deze video gezegd. Maar dingen bij de Action zijn nou helemaal niet zo duur. Meestal dan. Ze hebben natuurlijk een beetje uitschieters. Maar deze dingetjes niet. Het zijn in één verpakkingetje zitten dan 3 stiften. En aan de ene kant is het een schuin afgesneden kant, dus een soort van markerachtig. Aan de andere kant is het gewoon een rond puntje. En ik heb verschillende kleuren gekocht. Bij ons hadden ze niet heel veel kleuren. Maar het schijnt ze echt super veel te hebben. Ik weet niet eens hoeveel, maar het zijn er echt heel veel verschillende die ze hebben. En dit zijn een beetje rozige tinten, paarsige tinten en blauwe tinten. Ik dacht, daar kan ik altijd nog wel wat leuks mee doen. Lekker tekenen, lekker knutselen, lekker creatief doen. Dan heb ik nog 2 deo's gekocht. Want ja, eigenlijk deze
twee koop ik wel vaak als ik bij de Action kom. Ik vind deze van de deels van de Action vind ik eigenlijk wel prima. Ze ruiken gewoon wel lekker, lekker fris. Deze ruikt wat minder zoet. Dit is de blauwe. En de roze ruikt wat zoeter. Ze zijn niet duur, dus altijd gewoon handig om mee te nemen. Want een deo kan nooit kwaad natuurlijk. Als je stinkt op school, even deo gebruiken. Dan heb ik hier twee badsponsen. En nu denk je misschien wel badsponsen, een bank op je badsponsen. Nou ja, ik zal ze even overmaken. Ik heb er vier eentje gepakt. En ik maak dus ASMR video's op mijn nieuwe ASMR kanaal. Dus als je toevallig van ASMR houdt, dan kun je even kijken op mijn ASMR kanaal. ASMR Mandy Denise. En ik zal het ook even hierboven in het i'tje zetten. Maar ik had dus een keertje een video gezien waarmee ze schuim en zo op de microfoon gingen doen. Maar ja, dat vind ik een beetje zonde om op mijn echte kap te doen. Want straks had ik mijn microfoon kapot bijvoorbeeld. En ja, toen dacht ik, misschien kan ik gewoon van eigen spons, kan ik daar een gat in maken en die kan ik dan op mijn microfoon doen. En werkt het misschien ook wel. Dus mijn plan is om hier dus een soort van gat in te gaan knippen. En die op mijn microfoon te doen. En dan ja, gaat het een heel lekker geluid maken als je er allemaal sop en dat soort schuimende dingetjes op gaat doen. Dus ik ben heel benieuwd of het gaat werken. Dat kun je dus zien op mijn ASMR kanaal. En dan heb ik nog een spons. En met die andere wil ik dus een lente room decor DIY gaan doen. Dus hou daarvoor mijn kanaal nog eventjes in de gaten. Dan heb ik het laatste van de Action. En dit is even een folietje, want het geeft een beetje af. En dit is Oase. En dit is ook voor mijn ASMR video. En misschien ook nog voor een DIY. Maar ja, ik ga je dus nu nog niet in drukken. Maar dit maakt ook een heel erg fijn geluid. En het is ook super leuk om je vinger hierin te drukken. En het was super goedkoop. Het was zeg maar 30 cent. En het maakt fijne geluidjes voor een ASMR video. Dus die ga ik hier ook voor gebruiken. Dat was dus het laatste van de Action. Maar ik ben ook nog eventjes langs de Opisop Voordeel Shop geweest. En daar heb ik ook best wel iets leuks gekocht. Dit was een kettingtje. Ik twijfelde even of ik hem wilde kopen, maar het was niet te duur. Het was maar 3 euro en ik vond hem eigenlijk wel heel mooi. En met mijn kettingverslaving. Ja, hè jongens. Het zit een soort van diamantje. Nou, niet echt diamant natuurlijk, maar een soort van steentje in, glimmend. En het is ook niet zo lang. Dus ik vond het wel mooi. Een beetje subtiel. Past vast wel bij een leuke outfit. Dus dan deze nog bij de Opisop Voordeel Shop. Dat klinkt echt heel leuk. Het begint alweer lekker donker te worden. En gelukkig heb ik alle spulletjes gehad. Dus dat komt goed uit. Laat me weten wat jij het leukste vond wat ik heb gekocht. Of als jij nog een aanrader hebt van de Action. Iets wat ik zou moeten kopen. Of andere mensen kunnen kopen. Dan moet je dat eventjes reageren. Hier beneden in de reacties. Doe een blauw duimpje omhoog als je dit een leuke video vond. En als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwe video's. Abonneer dan eventjes hier beneden. Dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!